Yo, wij spelen Groen Lekker Knaf, dan gaan we verder Pokémon Hard Gold. Ja. Want eerst moeten we iets heel belangrijks doen, want we gaan vandaag de Gym Leader verslaan. En wat heb je nodig om een Gym Leader te verslaan? Juist. Hey, wow. Nee, niet helemaal. Zeg het harder. Harder. Juist. Je moet eerst iets kopen en dat is... Pokeballs. Of course. Ik bedoel, wat kan je zonder Pokeballs? Nou, geen Pokémon vangen. Dus die kopen wij. Oké, alsjeblieft hier. Alsjeblieft geld. Want ik had nog geen Pokeballs gekocht. Ik wil altijd een beetje Pokémon op zak hebben. En ik wil wat potions. Back 7. Hoe de fuck kom ik aan 7 in het begin? Ik wil er 10. Zo. Dan heb ik er 3 erbij. Ja, is goed, joh. Geef wel best wel veel hoge bedragen uit voor iemand van 10 jaar, weet je. Je speelt iemand van 10 jaar in het spel, maar toch geef je 300 euro uit. Of net gaf ik 1200 euro uit. Dat is veel geld, zeker als je pas 10 jaar bent. Dat is dan echt zo'n immens bedrag dan, joh. Tenzij je ouders een of andere super multimiljonair zijn, dan kan ik het op zich wel redelijk begrijpen. Maar ik vermoed dat dat niet zo is. Dit zijn bird types. We lopen even buiten om. Weet je, fuck dit. We gaan het gewoon makkelijk doen. Nee, wacht. We gaan het spannend maken. We gaan wel eerst even al die andere mensen verslaan. Dat is cooler. En we gelijk ook onze training. We gaan gelijk een beetje inschatten hoe goed is potion tegen flying. Hoedoet is sowieso hoog. Hoedoet is spijt me voor de vriend. Hoedoet is sowieso slechter. Maar ik denk dat Zuko daarentegen dan weer wel goed is. Dus we gaan even kijken. Sparrow, sorry, het spijt me voor de vergissing. We gaan kijken op potion strength, hoeveel doet dat? Waarschijnlijk heel weinig. Ik kan het ook gewoon op Pokédex opzoeken, weet je. Dat is dan weer zo te makkelijk, weet je. Kijk nu toevallig niet op de Pokédex hoor. Kijk even of de video was geüpload. Ik ben tegelijk gewoon video aan het uploaden. Oh ja, weet je. Dat kan. Ik bedoel, dit filmpje is nog 2 minuten bezig. Ik had net zo goed vanaf het begin kunnen doen. Voor het kijken van de video, maar weet je. Dat doe ik niet aan. Ik doe het gewoon nu. Gewoon zo van, oh, badass, ja zeker, badass. Spimmeneer is niet echt heel goed, heb ik het gevoel. En met niet echt heel goed, bedoel ik gewoon echt kut. We zijn al halverwege en eigenlijk op een gegeven moment schuift aan mij uiteindelijk alleen maar crawl. Wat echt vaag is waarom je dat alleen maar doet, weet je. Ik zou het niet snappen, ik zou het gewoon, wat heeft hij? Hij heeft voor mij gewoon ook gewoon pack of zo, weet je, dat is zo chill. Nou, go. Oh, een leer, want dat doet zoveel schade. Je bent hard aan het verliezen. Doe een of andere super, doe self-destruct of zo, maar dat heeft hij niet. Het is wel echt kut aan wat, anders potion strength maar nog beter. Zie ik nu een back. En als je nu niks fucking veel kwijt, hier. Waarom doe je dat niet meteen? Echt, what the fuck? Alsjeblieft, overleef het. Yes. Anders krijg ik namelijk helemaal niet meer XP. En nu kan ik hoger hoed nog XP geven. Wat sowieso niet slim is om te doen, maar... Tackle. Ik grom eventjes. Dat is heel eng. Ja, zeker weten. Tackle de peckle de snackle. En bam, die is dik. Hot vlot, level 9. Beter leek nou pack. Alsjeblieft, laat me nou pack leren. Yes! Goed, of course, forget a move. Kijk wat voor kut aanval hij heeft. Crawl en ik heb deken. Ik ga crawl weghalen. Ja. En boef. En hij is weg. En back. Daar ben ik sowieso al zwaar blij over. Dat we dat hebben. Nu gaan we wel even achterlangs meteen naar de gym leader. Weet je, van dikke YOLO, knolo. Waarom zat die voorop? Zat die voorop, ja? Natuurlijk, ik had zo. We gaan hooggoed beginnen en we eindigen met Zuko. Dat is mijn plan. Dus dat doen we. Want het plan, dat gaan we doen. Dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat we het plan volgen voor een beter eindresultaat. Goed, next to the back to the snakester. I won't allow such a lap tap 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 to. Ja, wel leuk die wolkje op de achtergrond. Versus the first gym leader. Oh my gosh. Het is zo spannend. Het is zo spannend. Betcha! Oh goed. Back! Dit is zo'n slechte avond tegen je, hoor. Maar ik denk op zich dat het wel redelijk pijn doet hem. Doe maar dit. Ik kan je niks meer! Oeh, het gaat wel even
heel snel bij mij, zeg. Zo goed dat ik dit doe, anders ben ik dadelijk dood. Met de eerste Pokémon. Hoeveel had hij dus trouwens? Voor mij 2 of 3 of zo. Nee, 3 heeft hij. Ik heb als ik goed nadenk, heeft hij 3. Hij heeft er 2. Hier, hier zien. Hij heeft er 2. Ik heb er 3, hij heeft er 2. Kijk, chill. Zo, hoef je dat allemaal niet te onthouden, weet je. Ik bedoel, vergeet achter de toekomst mensen hier ook. Nice. It's going down! En dood. Is dood. Dan krijg ik lekker veel. Ik speel 105. Nice. Giotto. Nou, keep battling, weet je. Dit gaat best wel goed zo, hé. Hey. Als Hooghoed het allemaal aan kan. The wind is flying with us. Oh, niet Pokémon. Dat doe ik. Ik heb mijn uitschouder. En, oh shit. Als ik dit overleef. Wat ik niet doe. Had ik hem keihard kunnen afmaken. Nou, weet je, allebei op de laatste Pokémon zijn dus hoge level. Maar voor mij is vuur in het voordeel tegen lucht. Dus, maar ja. Mijn is toch zwaar OP. Ik heb vaak Pokémon van een hoger level verslagen. Doe ik hem met Spin Meneer. Oh, kut. Het gaat sowieso niet werken. Ik heb met Spin Meneer. Dit. Oh, meen je die? Fuck. Ik heb nu met Spin Meneer toen level 2 was, heb ik Pokémon van level 6 verslaan. Dit is zo chill, nou heeft hij iedere beurt afbranden. Gust. Dit heeft geen effect. Maar hij kan niet gewisseld worden, toch? Oh, dit is niet dat hij wisselt. Oh, kut. Ja. Kijk. We kunnen nu riskant doen en gaan aanvallen, maar hij is waarschijnlijk sneller en dan ga ik dood. Dus we gaan nu ons dasje grabbelen, HP en PP restores en gebruik gewoon een potionen. Bling. Goed, tackle, kijk, en dan is ik dood geweest. Een soort van burn is dood, nee, dat is jammer. We gaan hem tackelen, YOLO. Fuck, als ik dit niet overleef, ben ik ook een klein lul voor mij. Oh yes. Ik dacht dat dit een hele sterke aanval was, dat ik bijna dood ging. Maar het was niet zo. Pidgeotto was ook dood. En onze Zuko gaat naar level 13. 300 Tekken XP is best wel veel, hé. Als we maar nu. Quick. Ja, doe maar. Doe maar, die wil ik wel. Voor leer. Volgende dag wil ik weer Zuko al, hé. Dat is best wel snel. Dat is hij ook al bijna, hé. Het is echt nog 2 Pokémon's voor 2 van die gaskutbeesten verslaan. Dan is hij voor mij al, hoor. Nog 1 trainer Pokémon, dat gaat echt zwaar snel. Ik ga hem eventjes bewaren, weet je. Een beetje achteraan, een beetje kan ik het speciaal maken voor de volgende aflevering. En zorgen dat het begin evolueert. Dat is leuker, heb ik het gevoel. Oh, received is een Zap Hire. Moet ik heel even controleren of dat het de goede badge is die ik hier in mijn ding heb. Dus het is Zap badge. Is dat de eerste badge die hierin zit? Pokémon tot level 20? Ja. 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 Rock Smash. Hey, die krijg ik waarschijnlijk erbij, of niet? Bruce. Oké, chill. Dan wil ik eventjes enter. Want nu hebben wij, ja, we hebben die badge. Dus dan kunnen we hier zo. En doe zo. Boom! Wow, die zit erin. Ik kan ook zo doen. Dan heb ik deze drie, de eerste drie allemaal. Maar die ga ik niet doen, weet je. Is pas als ik ze heb gehaald. Dus dat is chill. Chill, we hebben de eerste gymleader verslagen. Hartstikke nice. Wat wij gaan doen is, we gaan zo, wegklikken. Wegklikken die meuk, hè. Zo. Wij gaan, oh, of course, niet mis. Ik klik op. Ah, plaats van B. We gaan even opslaan, weet je. Ik bedoel, dadelijk fuck ik het weer up. En dan is het meteen zo van, ah, ja, zo. Oké, dit is goed genoeg zo. Wij gaan naar buiten. En we gaan buiten, even naar het Pokémon Center. En dan gaan we een beetje richting het, waarom gaat het kleins op midden staan zo? Kijk. Yo, ik heb... Jam liet dat verklagen, jongen, putsch. Professor Elm, wat is dit? Jack, wat is er aan de hand? Hentai? Ik heb iets ontdekt.
zijn details. De details zijn nou you can carry the egg. Oh! Wacht. Kut, waar kon ik hem meeten? Waar kon ik die gast meeten? Fuck. Beter op een Pokémon Center of in een Pokémon Markt ofzo. Maar anders moet ik helemaal teruglopen. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Voor mij is nou een heel stuk teruglopen met een ei. Maar het ei is op zich wat chill. Er komt een Dokkapi uit. Het is zwaar chill, die Pokémon. Dat weet ik gewoon even. Dat weet ik gewoon. Dankjewel. Maar de fuck slaat het op je? Nou, ik heb geen idee. Goed, thank you for waiting. I've restored your Pokémon to full health. Thank you. Spin meneer is feeling better, so you do it up. Oh. Ja, doe maar zo. Dus ja. Ik gok dan even teruglopen. Wat? De fuck? Dat hoef ik allemaal niet, joh. Daar hoef ik allemaal niet, daar ben je niet aan geïnteresseerd, jong. Nee. Dus, even teruglopen zou ik zeggen dan. Het is niet heel ver lopen, dus ja, dat maakt me ook niet heel veel uit. We gaan wel hierboven langs hem, anders moet ik met hem battelen. En hij heeft waarschijnlijk allemaal level 2 Pokémon. Je weet, daar heb ik geen zin in, dat is veel te veel Pokémon. Maar hij wil niet eens battelen, dat is wel chill. Goed. Oh, kan hij ineens afspringen, kut. En dit verwacht ik al, dan kom ik weer in Pokémon tegen. Niet zo'n zwaar scumbag, die gaat me weg laten gaan. Een Bellsprout. Zo. Echt. Zo. Wil ik hier ook weer achterlangs. Ah, fuck jou, ik ga niet meer zo battelen. Zo ongeveer, denk ik dan. En dan zijn wij nu alweer hier. Het gaat op zich redelijk snel dit lopen, hé. Moet zo meteen weer terug naar boven lopen. Ik ga dit denk ik gewoon dat naar boven lopen even te uitlaten of zo. Dat lijkt mij wat leuk voor jullie. Of voor jullie die zien naar boven lopen. Ik vraag nu iets, maar tegen het dat het heel bloot is, dan ben ik al lang klaar met deze serie. Of klaar met de serie. Wat zeg je nou weer? Dan ben ik klaar met het opnemen voor wat ik moet. Voor het geplande sizzle en isom. Waar was hij? What the fuck? What the fuck gebeurt er allemaal? No idea. Geen idee. Echt, dit heb ik nog nooit gezien. Nou, de black screen wel, maar dat het net gebeurde echt. Geen idee wat gebeurde. Ik maak gewoon het einde van. Ik ga het eventjes fixen. Ik maak het einde van. Dus vond je het heel leuk? Dan vooral een blauw duimpje omhoog. Hoop dat je de volgende keer weer. En dan zeg ik later.